Minister Marie Levens van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur heeft op vrijdag 27 augustus 2021 bezoek gehad van de scheidende vertegenwoordiger van het Kinderfonds van de Verenigde Naties in Suriname, UNICEF. En dat is Patrick Matala. De vertegenwoordiger bedankte de minister voor de goede samenwerking tussen het ministerie en het UNICEF. Verder complimenteerde Matala de minister voor haar inspanningen om het schooljaar te redden. Hij hoopt dat de bewindsvrouw door zal gaan met de innovatie binnen het onderwijs. Minister Levens bedankte de vertegenwoordiger voor zijn ondersteuning en samenwerking de afgelopen periode en wenste hem succes toe in zijn verdere loopbaan.